Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van No Limits. De game waar jullie waarschijnlijk weer op hebben gewacht, want het is een hele leuke game en jullie vinden het ook fantastisch. Dat zie ik gewoon in de comments en jullie wachten gewoon telkens weer op een nieuwe No Limits. Dus vandaar dat we weer 3 achtbanen gaan bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. Vorige keer hadden we natuurlijk een hele fantastische loopattractie, namelijk de Dead Factory. Maar dit keer gaan we Expedition Everforce doen. Ik weet niet wat ik moet verwachten van deze achtbaan. Ik weet niet wat het is of wat het gaat worden. Maar wij gaan hem gewoon met z'n allen bekijken wat deze achtbaan wordt en hoe het is gemaakt. Je eigen achtbaan inzenden naar vincentberietjes@gmail.com. Dat weten jullie inmiddels wel. Ik ontvang elke keer nog achtbanen thuis. Nou, thuis via de mail. En even kijken hoor. Ik moet wel even in een karretje. Maar volgens mij gaat het karretje net weg. Dus ik ga heel snel erin glippen als het kan. Yeah, ik zit erin. En ja, dat is veel beter. Maar het is een heel brede... Ja, het ziet er heel breed uit. Ik kom waarschijnlijk door die trappetjes. Maar nou ja, we gaan recht omhoog zoals je ziet. Expedition Everforce. Het is niet Expedition Everest, zoals we kennen van... Volgens mij zat hij in Disneyland, maar ik weet niet zeker. Ik ben benieuwd wat dit is. Maar het ziet er wel heel creepy uit. En hij ziet er ook heel hoog uit. Dus ik denk dat wij flink hard gaan dalen. Woehoe! Oké, de eerste looping. Die ging lekker vloeiend, lekker soepel. Wow, scherp bochtje. Maar dat mag bij deze achtbaan. Daar mag je scherpe bochtjes hebben. Nou, een leuk heuveltje. Rempjes erin. Rempjes. Is dat een woord? Rempjes? Remmetjes? Remmetjes. Klinkt beter. Remmetjes. Kijk eens. Ja, hier bij deze achtbaan kan je lekker spelen. Oh, remmen in de bocht. Oké. Dat is heel apart. Maar wel ontzettend leuk. Een heel simpel achtbaantje eigenlijk. Oh, we gaan zelfs een stuk naar achter nog. Hij gaat zo snel, komt hij bij het station, dat hij gewoon nog terugschoot. Nou, zoals je ziet is dit dus de achtbaan. En hij ziet er zeker niet slecht uit. Het was een hele, ja, leuke layout. Lekker simpel, niet te moeilijk. En hij heeft ook wat aan het decor gedaan. Een beetje bergjes gemaakt. Ja, ik vind het toch wel een heel bijzondere achtbaan. We gaan snel door naar de volgende achtbaan. Want dat wordt namelijk, even scrollen, de Flight of Fury. En het wordt een Wing Rider. Zo heet het. We zitten waarschijnlijk aan de zijkant van de achtbaan. En hoogstwaarschijnlijk is het weer een hangattractie. En we zijn natuurlijk weer allemaal benieuwd. En wij zitten in de Wing Rider. En het was geen hangachtbaan. Maar het zag er wel naar uit. Nou, zoals je ziet heeft het weer een fantastische decoratie weer. Zie je weer een pad, zien we weer. En altijd die bosjes langs die paden. Het is echt heel grappig om te zien. Maar je ziet het overal terugkomen. Ook leuk dat er een trappetje is. Waardoor het weer een brede baan. We hebben alleen maar brede baan in deze aflevering. Nou, en we gaan eens kijken hoe hard deze gaat. Want volgens mij gaan we wel een paar keer over de kop. Ik weet niet hoe deze achtbaan precies in elkaar zit. Maar in ieder geval, ik had het wel goed dat we naast de achtbaan zitten. En zoals je ziet gaan we gelijk over de kop. En dit is altijd zo'n heerlijk gevoel, moet je kijken. Oh, die vaart erin. Kijk. We gaan over de toetakeling, optakeling moet ik zeggen. Dat was nou optakeling? Optakeling, ja. Geen toetakeling. Hij takelt op, hè. Maar we gingen er overheen. En het heeft een heel apart effect, omdat we natuurlijk aan de zijkant van de achtbaan zitten. De rails dan, zeg maar. De Wing Rider. Jeetje. Nou, dit is ook een heel erg kleine layout, zeg. We hebben het vandaag maar een beetje een korte aflevering, heb ik het gevoel. We worden opgetakeld en we zijn alweer bij het station. Maar al met al is dit wel natuurlijk een schitterend baantje. Moet je kijken hoe de karretjes eruit zagen. Vrij brede karretjes. Ze zitten met 2 personen zit je naast elkaar. Nou, die eerste daling was echt fantastisch. Het is zeker een hele leuke coaster. Ik vond vooral deze bocht. Dat zijn toch van die soort loopings die helemaal schuin staan. Die zien er toch fantastisch uit. Toch wel een beter design dan de normale looping. En ja, al met al vond ik gewoon een hele... Ik vond het einde vond misschien een beetje te snel. Ja, dat had misschien nog een leuke scherpe bocht in gemogen. Maar nou, het ziet er zeker niet slecht uit. Ik moet het streng beoordelen, maar tot nu toe vond ik de tweede achtbaan het vetst. We gaan door met de derde, want jullie mogen natuurlijk ook kiezen welke achtbaan er doorgaat. Nou, of er gewoon heeft gewonnen, er gaat nooit een achtbaan door. En dat heet de Forsaken, of Forsaken. En het ziet er heel vet uit. Als ik deze foto moet gaan zien, dan moet het opnemen tegen de eerste en de tweede achtbaan. Maar ja, de smaken verschillen dus. Het betekent niet gelijk dat deze achtbaan heeft gewonnen. Dus dat is even een tromgeroffeltje waard. Forsaken. En zoals je ziet zijn we midden in een pad beland. En het regent en het bliksemt. En we moeten denk ik dit pad gaan aflopen.
En dit vind ik altijd wel gaaf als ze zulke dingen maken. Van die hele bijzondere achtbanen met een prachtig gethematiseerd tintje eraan. En dit is fantastisch. Ik moet elke keer weer genieten van hoe ik deze achtbaan bestrijd. En ik denk dat jullie dat ook wel heel erg vet vinden. Deze hangbrug bijvoorbeeld, moet je kijken jongens. En dan kom ik een karretje aan. Ik wil daar heel graag in, dus ik ga heel erg ongemakkelijk over deze hangbrug, waardoor we aankomen bij het station en hopelijk kan ik in een karretje. Ja hoor, kijk eens, we hebben keuze genoeg. Ik denk dat wij maar plaatsnemen hier ongeveer niet het midden, een beetje aan de zijkant. Daar had ik zin in. We konden trouwens nog eentje verder naar voren. Laat ik dat even doen. Zo, ik wil wel natuurlijk vooraan. Dus laten we hier in dit karretje gaan. Een beetje in het midden dit keer. Zo, nou ja, ongeveer bijna dezelfde plek. We gaan even rustig afwachten, want ik weet dus niet of we naar voren gaan of naar achteren gezien. Ik weet het niet. Ja, ik weet niet helemaal hoe dit gaat. We moeten gewoon even afwachten. Rustig gaan. En ik hoor dat het treintje gaat starten. De beugeltjes zijn al naar beneden. Dat betekent dat we ons klaarmaken voor de attractie. En dat ik toch bang ben dat we achteruit gaan inderdaad. Dat is een heel apart begin. Dat we gelijk achteruit gaan in deze achtbaan. Oh, kijk. Dit ziet er fantastisch uit. Kijk wat een heerlijke brede baan dit al heeft. Het oogt al zo heerlijk. En wow, dit is echt ontzettend gaaf gedaan. Nu al, hè. Ik ben nu al enthousiast over deze attractie. Dus jullie weten waarschijnlijk nu al dat dit mijn favoriete achtbaan wordt van deze drie. Holy crap. Hij gaat ook niet heel snel of zo. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Want allemaal remsystemen, we gaan maar achteruit. En nu gaan we eindelijk voor. Nou ja, we gaan nog steeds hier vooruit. Maar we gaan in ieder geval naar boven toe. En ja, zoals je ziet gaat deze achtbaan vrij redelijk hoog. Nou ja, als ik dit moet zien, dan heeft dat wel een groot, lekker hard vaartje. Nou, de omgeving ziet er weer fantastisch uit. Ik denk dat dit wel weer een hele mooie achtbaan gaat worden. Het is sowieso heel raar dat we achteruit gaan. Dat zie je natuurlijk niet heel vaak. En ik hoop niet dat de achtbaan verpest. Want je wil natuurlijk een beetje vooruit gaan kijken. Maar ik vind het dan ook wel weer heel origineel. Veilig aangekomen, gelukkig bovenaan, kunnen wij hopelijk gaan genieten van deze achteruit achtbaan. Zo noem ik hem gewoon, de achteruit achtbaan. Ja, nu komt er een daling. We wachten erop. Nee, we wachten er niet op. We staan vast. Halleluja. Trouwens wel heel erg gaaf dat we zo hoog zitten. Het lijken net bosjes waardoor het niet hoog is. Maar het zijn hele hoge bomen. En wat een rotweer. Wat gaat er gebeuren? Wat gaat er in vredesnaam gebeuren? We hangen nu vast. Oh! Zo de kleren. Zo de kleren, hè? Zo de kleren. Ongelooflijk. Wat een ervaring. Ja, dit is toch heel bijzonder. Ja. Het is sowieso eng, want meestal als je vooruit kijkt een achtbaan, dan weet je waar je op moet concentreren en wat er aankomt. Dan kan je vast voorbereiden, maar ja, bij zo'n achtbaan als dit weet je niet wat er aan gaat komen. Dus je kan je niet voorbereiden. En ik denk, omdat je niet kan voorbereiden, dat het de actie en de spanning groter maakt bij zo'n achtbaan. Althans, dat vermoed ik. We gaan onder de rotsen door, langs de rotsen. Ziet er fantastisch uit. En ik denk dat we bijna bij het einde komen van de achtbaan. En had ik het goed, ik had het denk ik goed, of dit zijn de remmen. Wat ik niet denk, maar wat wel zou kunnen, dat er van die blokremmen zijn, dat we dadelijk weer een tweede parcours krijgen. Dus ik wacht nog heel even af. Ik blijf nog heel veel zitten op mijn stoel. Dat is wel realistisch als je nu uit de achtbaan stapt. Dat zou natuurlijk niet moeten kunnen. Of nou, het zou ook moeten kunnen, maar het mag eigenlijk niet natuurlijk. Dus ik blijf rustig zitten. Misschien komt er nog een tweede stuk. En zoals je ziet gaan we nog een stukje lekker hoog. Moet je kijken hoe hoog we zitten. Ik had niet verwacht dat het station zo hoog was. Maar dat klopt wel. Ik wil eruit. Zo. En terwijl we naar de uitgang lopen, wat ik wel natuurlijk netjes ga doen, is dat het wel een hele mooie achtbaan was. En ook hier, dat hij hier boven komt. Ik vond hem fantastisch gethematiseerd. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. En dit is natuurlijk wel oneerlijk tegenover de andere achtbanen. Want die maken nu eigenlijk haast geen kans. Maar ik weet ook niet wat er van tevoren komt. Dus ja, je moet mij niet boos worden op mij. Ik ben een beetje aan het freerunnen hier in het water. Hoppakee.
En ja, ik hoop dat je een leuke aflevering vond. Laat weten in de comments welke achtbaan voor jullie smaak heeft gewonnen. Zo! Hij kwam net langs, wat toevallig. En tot de volgende video. Vergeet geen like te geven en te abonneren in het midden van het scherm. Dat kan gewoon, dat is helemaal gratis. Zo, ik kom niet uit mijn woorden. Op naar de volgende aflevering. Doei doei!